Hallo, ik sta hier in Gent in de tuin van Kina. De tuin van Kina gaat over planten en dieren. Maar daarover gaan we straks nog wat meer vragen. Wat is hier allemaal in de tuin van Kina te beleven? Ha, wat er hier allemaal in de tuin van Kina te beleven valt? Wel, we hebben hier verschillende zaken die je kan bezichtigen. Bijvoorbeeld een tentoonstelling over bijen. Hè? Eentje over levende vogelspinnen, wat super tof en echt wel leuk is om te zien. Dan ook nog een tentoonstelling over bomen en planten. Dat is ietsje theoretischer. Hè? We hebben ook een familie levende bijen in ons museum. Die is meestal te bezichtigen vanaf mei tot eind september. Dus je kan dan eigenlijk echt de bijen aan het werk zien. Hun boodschappen zien doen, hun boodschappen afleveren. Hè? Een nectar in de haatjes zien vullen. Voor welke leeftijd is de tuin van Kina allemaal? Och, kleuters kunnen hier terecht, kunnen hier leuke dingen doen. Onder andere ook paddenstoelen. Hè. We hebben hier een tentoonstelling over paddenstoelen. Daar kunnen ze allerlei leuke spelletjes doen. Ze kunnen bijvoorbeeld puzzelen. Ze kunnen luisteren naar verhaaltjes van paddenstoelen. Ze kunnen kijken naar filmpjes van paddenstoelen. Ze kunnen kleuren herkennen. Ze kunnen zelfs tekenplaatjes kleuren. Allemaal leuke dingen over paddenstoelen. Waarom zou je de tuin van Kina aanraden? Wij bieden iets voor alle leeftijden, voor alle niveaus. Zowel voor kleuters tot en met het middelbaar. Het is kleurrijk, ze kunnen zelf speurtochten doen. Ze kunnen op een speelse manier veel vragen oplossen en antwoorden vinden op hun vragen. Ik heb de tuin van Kina uitgetest. Vinden was het superleuk. Ik kon allerlei dingen doen. Maar buiten is het supermooi. Kom zeker eens kijken.